Beste mensen, nou ben ik de afgelopen 2-3 jaar een stel bijzondere mensen tegengekomen, laat ik het daarop houden. En heel veel van die mensen, dat zijn leden gebleken van een gekke secte, zo blijkt. Maar er zitten ook figuren tussen die volledig gestoord zijn en volledig op zichzelf staan. En ik weet niet wat hier aan de hand is, maar Ian, wat de fuck is jouw probleem, kerel? Wat is jouw probleem nou? En het is een beetje lastig met jou overleggen ook natuurlijk, want je reageert dan onder mijn shit constant, nog steeds, nadat je me al jarenlang geobsedeerd volgt, claimt dat ik al mijn shit van jou heb. Het zal wel zogenaamd, maar waar heb je het over, kerel? Waar heb je het over? Als ik naar jouw content kijk, en ik kijk ik al nooit naar, want je wordt er depressief van. Ik zie hier een compleet waanzinnige kerel, een van de rare schizofreen, iemand in een volledig eigen bubbel van werkelijkheid, die hier waanzin loopt uit te kramen, Ian. Je loopt waanzin uit te kramen. Wat bedoel je hier nou mee? Wat wil je hier nou mee zeggen? Wat ga je nou, wat bedoel je mee, kerel? He, dat vraag ik dan aan je wat je hiermee bedoelt en dan zeg je dit. Dus wat bedoel je dus, Ian? He, is dit nou een soort bedreiging? Want als je me gaat bedreigen, dan wil ik wel even met je komen afspreken. Dan kunnen we het gelijk afmaken hoor, met z'n tweeën, geen probleem. Maar, beter nog, als je me nou gewoon eens uitlegt wat jij bedoelt. En net zoals dat ik wel vaker je heb aangeboden, überhaupt, dat ik daar nog over nadenk. Maar goed, om met je in gesprek te gaan, dat wou je elke keer niet, of dat wil je elke keer niet. En het interesseert me ook verder geen ene reet of je het wel of niet wil. Maar nogmaals, aangezien jij behoorlijk gefrustreerd bent over iets of zo, wil ik je aanbieden met mij in gesprek te gaan. Hier, desnoods online, live, maakt mij niet uit, zodat we het allemaal kunnen zien. Dan kun je al je gekke beschuldigingen uit te namen. En dan kun je het allemaal proberen te onderbouwen. En dan ga je, weet ik veel wat je er allemaal bij wilt betrekken. Je doet maar. En dan zal ik het weer leggen. Of niet, weet ik veel wat. We zullen wel zien wie er gelijk hebt, toch? Ik ben namelijk nergens bang voor. Ik weet waarvoor ik sta. En ik weet ook dat ik best wel dit zorgelijke reacties vindt, Ian. He? Je bent een beetje een losgeslagen idioot aan het worden. Maar goed, nogmaals, als je nou zo'n grote fucking bek hebt, ja, dan kunnen we net zo goed met elkaar in gesprek gaan, kerel. Dus ik wil je bij deze nogmaals aanbieden dan, of aanbieden, met je eventueel proberen op te starten, een gesprek, ja, man to man, waarbij we allebei onze frustraties of verhaal kwijt kunnen. Ja? Uiteraard zul je dat niet doen omdat je een sukkel bent en een bange nerd bent. Maar we zullen zien. Dus laat maar weten onder de comments. In plaats van dat je dus mensen loopt te belagen die op mijn shit reageren. Die verder niks met jou van doen hebben. En niks met jou te maken willen hebben. Net zoals dat je e-mails stuurt aan mensen die ik al jaren niet meer heb ge-e-maild of wat dan ook. Van een oude e-maillijst van een paar jaar geleden. Daar probeer je nog steeds uit te putten. Het is gewoon kansloos en triest. Maar goed, dat daar gelaten. Laten we het nou gewoon eens even een keer uitspreken dan, toch? Dus, reageer maar, ouwe. Ik ben heel benieuwd of jij zo'n mannetje bent uiteindelijk. Sukkel.